Notarissen kunnen niet alleen door cliënten worden aangebracht bij het Tuchtcollege, maar ook door de Surinaamse Notariële Beroepsvereniging, SNB. Dit zei de waarnemend president van het Hof van Justitie, Ivan Rasulbaks, afgelopen maandag bij de beëdiging van 10 notarissen. Dit gezag van de SNB is geregeld in de nieuwe notariswet, die een variëteit aan bevoegdheden toekent aan de beroepsvereniging. Rasulbaks geeft wel aan dat het Tuchtcollege nog ingesteld moet worden. De SNB kan notarissen voor het Tuchtcollege brengen als zij de reglementen niet naleven. Aangezien alle notarissen en kandidaat-notarissen van rechtswege leden zijn van de SNB en deze rechtspersoon verregaande verordenende bevoegdheden heeft, is het alleszins zaak om te participeren op de uitgeschreven algemene vergaderingen waarbij de verordeningen en reglementen zullen worden vastgesteld, ten einde daarbij inspraak te hebben in en niet onkundig te blijven over de besluiten. De besluiten die genomen zullen gaan worden, er zijn een aantal onderdelen die geregeld moeten worden bij verordeningen, besluiten, reglementen. Als u daar niet aan participeert, zult u niet kunnen klagen. Want als het is vastgesteld door de SNB, dan is het er en dan zult u zich eraan moeten houden. Ook de tuchtrechter zal u daarop toetsen als u zich heeft gehouden aan die reglementen. Rasulbaks haalde verder aan dat de SNB voor een goede beroepsuitoefening moet zorgen. Volgens de hofpresident is een andere doel van de SNB dat de vakbekwaamheid van notarissen bevorderd wordt. En u zal ook moeten zorgen voor de eer en het aanzien van het notarisambt. Zo staat het in de wet. Dat is de missie van de SNB voor de komende tijd. Met deze nieuwe wet in handen zullen zowel de nieuwe als de oudere notarissen zich dienen te heroriënteren op de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Competentietrainingen, sessies, workshops, cursussen, geïnitieerd vanuit het bestuur van de SNB, zullen de missie van de SNB, zoals neergelegd in artikel 85 van de wet, alleen maar ten goede komen en dus tot glorie strekken van de burgers die van uw diensten gebruik zullen maken. Ivan Rasulbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie. Hij sprak afgelopen maandag bij de beëdiging van 10 notarissen over de bevoegdheden van de Surinaamse Notariële Beroepsvereniging.